Het is woensdag 16 oktober. We zijn hier te gast bij Van Doornen aan de Jachthavenweg in Amsterdam-Zuid voor de tweede President Circle van de Tilburg University Society. Dat is een prestigieuze bijeenkomst van CEO's, CFO's en leden van RVC's op corporate niveau, waar wij het over een belangrijk onderwerp gaan hebben, corporate en public governance. En daarbij zal de eerste inleider, de keynote, zal verricht worden door de minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Die zal over dit belangwekkende onderwerp spreken en zijn visie geven over corporate public governance. En dan, na het hoofdgerecht, zullen drie andere eminente inleiders het woord voeren. Eerst Dick Benschop, de president en CEO van de Schipholgroep. Natuurlijk over Schiphol, maar misschien ook wel over Air France en KLM. Daarna zal het Yvonne van Rooij zijn die het stokje overneemt. Die zal het hebben over public governance meer vanuit de ziekenhuizen. Ze was voorzitter van de Vereniging van Ziekenhuizen. Maar ook over universiteiten, omdat ze collegevoorzitter was zowel in Tilburg als Utrecht. En tenslotte Tom de Zwaan, die een zeer indrukwekkende carrière heeft gehad in de financiële sector en nu voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO is. En dan sluiten wij dat op gebruikelijke wijze af. We zijn vandaag bij Van Doornen in Amsterdam voor een nieuwe editie van de President Circle. We zien er erg naar uit. Van Doornen is een kantoor dat zich manifesteert op het gebied van governance. En dat is precies ook het thema voor de President Circle vandaag. Corporate governance is enorm belangrijk en gelukkig is er in Nederland ook heel veel dat goed gaat. Maar het is ook een onderwerp wat iedere dag weer aandacht nodig heeft in het bedrijfsleven, in de politiek en bij de staatsdeelnemingen waar ik voor verantwoordelijk ben. En vanavond wil ik met de zaal een paar specifieke dilemma's op tafel leggen waar ik als minister van Financiën ook in het bijzonder mee te maken heb. Nou, allereerst wil ik Sylvester Eivingen feliciteren met dat hij een fantastische groep mensen bij elkaar gehaald heeft en een aantal, behalve mijzelf, eminente sprekers heeft weten te engageren. Ik denk dat het onderwerp governance, vooral public en private governance, uiterst belangrijk is op dit moment. Het is sterk in ontwikkeling. Ik zal in mijn verhaaltje natuurlijk voornamelijk richten op mijn primaire functie bij een bank, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO. Dus met andere woorden, een heel mooi onderwerp, een mooie omgeving. En ik wil nu al Sylvester en de mensen van de Tilburg Universiteit bedanken voor het organiseren. Nederland is plaats nummer 4 op het World Economic Forum. Willen we naar de toekomst toe die positie ook behouden, dan is de kennisinfrastructuur van eminent belang. Universiteiten moeten daarom voldoende autonomie hebben en altijd is er weer een neiging in Den Haag om dat terug te pakken. En tegelijkertijd kunnen niet universiteiten alle hoge opgeleiden afleveren. Hogescholen zullen in de toekomst ook meer toppers moeten afleveren. En daarom is het goed dat er een derde cyclus komt, ook promoties voor toegepast onderzoek bij hogescholen. Het heet governance met een duur woord eigenlijk wel. Waar ik het over heb is vooral de vraag hoe krijgen we dingen met elkaar, voor elkaar in Nederland. En dat gaat minder makkelijk dan het geval is geweest. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat we toch iets uit elkaar gevallen zijn. En dus mijn verhaal gaat over hoe kunnen we het sociaal kapitaal van Nederland herbouwen en het vertrouwen dat daarvoor nodig is. En welke rol speelt de politiek, maar ook het bedrijfsleven daarin?